Hey allemaal, boefjes en spelers van Mytopia. Vandaag een wat andere video als normaal. We gaan weer de game in. Geen update video's, dat zijn allemaal niet. Geen spelletjes, die komen wel. We hebben een hele leuke gast binnenkort. Maar vandaag ga ik het met jullie hebben over een plannetje van mij. Misschien wel, dit gaat weken, misschien wel maanden duren om te maken. Maar ik heb eigenlijk al 2, misschien 3 jaar lang, sinds ik de F5 shop gesloten heb, heb ik de game niet meer gespeeld. En nou hoef je niet altijd maar crimineel te zijn om succesvol te zijn. Als je op tap drukt, Quando, ik zag net nog een DTCL online, Wortelsoep. Dat zijn mensen die eerlijk spelen, die heel erg veel bereiken. Nadeel daarvoor moet je wel veel online zijn. En dat ben ik niet. Wat is dit? Van wie is dit? Daarvoor moet je veel online zijn. Dus, laat even een like achter om dit prachtige mooie projectje. Ik ga de game weer spelen. We gaan geniepig zijn. We gaan slim zijn. We gaan manipulatief zijn. En niemand ziet het aankomen. Jullie gaan de komende maand elke video bestuderen. Waarschijnlijk van, oh, dat zal het zijn. Nee, komt geen informatie over. Ik ga helemaal niks zeggen. Daar komt het in feite op neer. Lucky shards. Hoeveel gold shards heb ik? / gold shard. Gold shards. Gold shards. Oh, kan ik gelijk trouwens even de staffchat muten. We hebben 1/4 gold shard. Dat schiet wel op. We gaan nog 2 jaar en ik heb een gold coin ongeveer. Goed, het plan. Ga ik niet uitleggen. Ik ga wel even kijken zometeen, want ik ga waarschijnlijk een aantal dingen nodig hebben. Onder andere geld. We hebben een gebouw nodig. Oeh, geld. Hoe kom ik eraan? Ik heb die wapenstok natuurlijk verkocht, hè. Dus we hebben nu al dit geld, gaan we erop zetten. Dit huisje is voor mij natuurlijk. Zou ik dit kunnen verkopen? Marechaussee. Echt niet. Alhoewel. Wat nou als ik daar een replica van weet te maken? Kunnen we best wel eens doen. Ik ben weer aan het rambelen. We hebben geld nodig. We hebben een locatie nodig. En ik heb voor iets anders moet ik ook nog een locatie vinden. En ik ben mijn auto kwijt. Ik weet niet waar... Weten jullie waar mijn auto is? Hij staat niet bij mijn huis in Kredel. Dat weet ik 100% zeker. Maar waar dan wel? Waar de crap heb ik die auto voor het laatst achtergelaten? Ik ben gewoon mijn auto kwijt. Awkward. Ik help andere mensen met hun fiets. En zelf ben ik mijn auto kwijt. Waar kan dat ding staan? Bij de Unique? Nee, toch? Geen idee. We vinden hem vanzelf wel. Ik ga lekker windows shoppen. Daarvoor moeten we naar, ik denk, downtown. Maar Cosmopolitan zou ook wel heel vet zijn, hoor. Cosmo, dat zou wat zijn. Oh my god, dan moet ik lopen. Ja, David die heeft geen... Heb ik trouwens wel eens waterflesjes? Oh my god, mijn fitheid gaat achteruit, jongen. Mijn level gaat achteruit. Ik speel de game verkeerd. Ook wel eens tijd om dat misschien eens een keer aan te gaan passen. Dat het gewoon weer wat beter gaat met mij. In het algemeen. Toch? Ga ik zo goed? Ik snap nooit iets van de Kaap. Helemaal nooit, never, fucking nooit wat. Moeten we in ieder geval naar het centrum toe. Daar hebben we als goed is een prachtige bus op. En ja. Laat eens weten wat jullie van vinden. Dat ik de game weer ga spelen. Nou weet ik dat zodra ik dat altijd gedaan heb, dat mensen direct solliciteren bij mij en die in de opname zitten. En als ik ergens een bedrijfje heb, dan gaan ze daarvoor staan. En kunnen we gewoon eens afspreken, jongens, dat we dat gewoon eens niet doen? Dat je mij gewoon als een soort van, I guess, normale speler behandelt? Verwacht ik ook van justitie, verwacht ik van iedereen, behandelt mij gewoon als een normale speler. I know, het is misschien een beetje veel gevraagd voor mensen die denken van, oh my god, David. Maar probeer het eens, ik moet hier naar rechts, wedden. Maar gaan we helemaal verkeerd namelijk. We kijken wel of we bij het centrum uitkomen. Probeer het gewoon eens. Misschien vind je het leuk. Misschien denk je van, hé, maar zo kan het ook. Er gaat er straks een wereld voor je open. Ik zou het in ieder geval heel fijn vinden. Zorg er gewoon voor dat mijn opnames gewoon even wat leuker zijn om te doen, weet je. En nou, niet dat het niet leuk is om te doen, maar als iedereen altijd maar, oh my god, David, 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 dan heb je ook zo'n, mag ik een screen? Ja, maat, op het moment dat je mij uit Vanish, ik zit nou in Vanish, in mijn opname ziet, dan is het antwoord eigenlijk een soort van nee, zeg maar. Omdat ik gewoon eigenlijk altijd wat dingen aan het doen ben. Oké, okay, hier is de... nee. Ja. Nee. We zoeken... Oh, daar is het gemeentehuis. Dus dan is de portal is daar. Ik begin de Kaap een klein beetje te snappen. Het is nog steeds voor mij een groot doolhof, hoor. Ik snap niet hoe mensen dit kunnen doen. Hoe kunnen jullie, deze mensen die online zijn, hoe de hel kunnen jullie dit... Oprecht, ik heb geen idee. Dit is naar Gredel, maar we moeten eigenlijk de bus naar Cosmo hebben. Pretpark. Oh, moeten we waarschijnlijk via Gredel. Sure. Hop,
We gaan naar Greidel en vanaf Greidel gaan we naar Cosmo. Zou dat te vinden zijn? Vanaf waar? Bus naar de Kaap. Hoe kom ik in Cosmopolitan? Treinstation, denk ik. Volgens mij moeten we naar het treinstation. Dan gaan we in Cosmo gaan we even rondneuzen naar een leuk gebouw. Is voor iets heel anders, maar moet ook nog gebeuren. Ik ben gewoon benieuwd in de reacties dus. Ik zei dat we komen, toen zat ik weer in één keer over iets heel anders te lullen. Typisch mij. Wat jullie ervan vinden dat ik gewoon de game weer ga spelen? Denken jullie dat het goed gaat komen? Gaan jullie eraan houden aan wat ik vraag? Van nou, hè, ga nou niet constant voor me staan en dat soort dingen. Of zeggen jullie, nope, is gedoemd te mislukken. Allemaal jonge kids die, mijn auto is weg. Maar deze persoon heeft wel dikke auto's. Sorry, ik ben weer gewoon helemaal afgeleid. Plotinfo. Play Dark Magic, sikke collectie. 2 keer in 1 persoons. Solo gagger noemen we dat, niks mis mee. Station. Dit is het huis van JP, denk ik, vraagteken? Nee. Nou. Van wie is dit? Die gozer die heeft gewoon zijn eigen Lucky Shard ding. Van Claudia. Oh my god, Claudia. En een halve gemeente team ook, volgens mij. Jelle, Sebastian. Hey, kan gewoon. En van wie is dit? Oh my god, mensen hebben zulke dikke shit. Drop hier flesjes voor het goede doel, gedoneerd, bla 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 bla. Mooie manier om geld te verdienen. Stefan. Slimme actie, Stefan. Gewoon mensen doneren jou gewoon en je zegt dat het voor het goede doel is. Maar niemand controleert het natuurlijk. En voilà. Zo komen we bij de gemeente. Gemeente Cosmo, wou ik zeggen. Ja, ja, ik leek me gewoon een leuk idee. Ik zat te denken, wat zal ik de komende weken eens gaan doen in Mytopia? Nou, ik heb begrepen dat er misschien nog een plekje overkomt in de gemeente. Oh nee, ik ging naar downtown. Oh nee, dat is wel Cosmopolitan. Dus gemeente, ja, lijkt mij leuk om wethouder te zijn, weet je wel. Maar aan de andere kant ga ik daar realistisch gezien tijd voor hebben. Misschien niet. De dingen die ik nou ga doen, zorgen ervoor dat ik niet altijd aanwezig hoef te zijn. Het la-la-la lorry gebouw. Niet verkeerd. Ik moet hier denk ik even overheen vliegen. Sorry voor het gebrek aan realisme. Makelaar gezocht. Maar makelaar schingen eruit. Plotinfo. Van X-Fleur en Mr. Mike. Oké. Slash fly. We gaan even vliegen. Wat is dit voor gebouw? Dit is natuurlijk het de kas- en wannersgebouw. Jeumig, is dat helemaal van hun? Oh my god. Ik heb nooit zo'n groot gebouw gehad, weet je dat? Ik heb altijd van die kleinere gebouwtjes gehad. Wat is dit voor ding? Van brandweerman Sam. Hoe komen die mensen aan die gebouwen, jongen? Vlinder. Dit ziet eruit als de B. De B? De B van brandweer? Budget? Bouwbedrijf. De B van brandweer. Wat een lul, zeg. Oké, dat is dat. En dan, dit hoekgebouw. Dat hoekgebouw wil ik hebben. Medewerker gezocht. Cosmo Slager. Is dit van Duffy? Is van niemand. Als dit van niemand is, ga ik dat toch misschien wel even claimen, hoor. Wacht even. En hierboven ook niet? Het zijn toch allemaal appartementjes dan of zo? Denk ik. Hallo. Ja, zie, daarboven heb je gewoon appartementen. Maar hier beneden niks. Dit zou ideaal zijn voor iets wat ik van plan ben. Moeten mensen hier naar boven voor hun appartementjes? Nee, toch? Kantoor. Oké. Ja, schaappower, opslag. Is dit van iemand? Is ook van iemand. Ik ga dit gebouw denk ik claimen. Ik denk ik moet echt vet lang zoeken, maar dit is gewoon op de hoek richting downtown. Ik ga hem gewoon claimen. Oh, wat vet. Hoe komen die mensen dan boven? Oh, gewoon hier. Ik maar zoeken. Was er gewoon nog een trap. Het is wel chill dat je eigenlijk dan dus gewoon 2 verdiepingen hebt. 1B. Zullen we gewoon eens kijken hoe het eruit ziet? Dit woont dan boven mij. Moet je toch een beetje weten. Plotinfo. Floris of zo. Floris is alle soorten uniek aan het sparen. Lekker Floris. Floris, je bent goed bezig. Mooi keukentje erbij. Geert en Michel, die zijn niet thuis. Die hebben niks bij zich. Die heb je natuurlijk nog zo'n groot appartement. Oké, cool. Wel even kijken. Is dit in de buurt van iets gevaarlijks?
Waarom ik dat vraag, dit kan ik je niet vertellen. Mooi wolkenkrabbertje. Oh ja. Dit is van Jurgen en Red Maniac van de Mania. Maar is er... Was Damien niet... Maar wat is het voornamelijk? Red Maniac 32. Oké, okay, maar wat is dit voor gebouw? Uit Vanish. Hé, hey, wat is dit? Wat is het voor gebouw? Hé? Wat? Wat? Nee, ja, toe maar. Ik ga beneden kijken. Dit zijn dan de buren. De rieke stinkers. Huh. Wacht, is dit beneden? Dit is niet beneden. Wat een rare route. Wat de... Ik kom echt overal. Kluis. Ah. Oeh. Red Maniac en Jurgen 22. Ah. Oeh. Ee. Oh. Ie. Vet. Kluis. Sexy zoveel. Oh my god. Iemand is hier paars aan het sparen volgens mij. En blauw. Alles op kleur. Jezus. Oh my god. Deze mensen hebben veel. Wat is dit? Is dit crocodile? Oh wauw. Heeft hij ook gewoon. Kluis sexy 21B. Alle dierenpakjes. Gekleurde truien. Funky purple compleet. Oh my god, hij heeft gewoon Jaden 1 jaar. Heb ik niet eens. Ha! Vet hoor. Ik vind het echt super vet. Mijn plannetje. Die ga ik uitwerken. Nee, geef mij de tijd daarvoor. Dat komt helemaal goed. Handtag. Oh my god, dit gaan ze ook nog eens een keer doen. Ze sparen gewoon de hele game op, volgens mij. Dit is echt niet normaal, hoor. ik laat het weten. In ieder geval in de volgende video de week laat ik helemaal niks weten. Ik ga bezig met misschien wel de grootste scam. Of het grootste bedrijf, het is maar net hoe je het bekijkt, van de server. En de truc is dat we het niet visueel gaan doen. Het gaat allemaal achter de schermen. Spannend? Ja, dacht ik wel. Ik hoop dat je het leuk genoten hebt van de video. Ik hoop dat je er wat van opgestoken hebt. Laat me weten dus. Ik ga weer spelen. Leuk idee? Ja, nee. Laat het weten. Voor de mensen die zeggen, oh, ik zou willen dat je roleplay doet. Dat gaat het niet worden. Dat werkt gewoon niet in deze game. Iedereen volgt je en ziet dat je de owner bent. En ja, dat werkt zo. Maar dat, een beetje feedback zou heel erg gewaardeerd worden. Vergeet niet even te abonneren ook op David 2. En dan zie ik je graag bij een gloednieuwe video weer. Doeg!